Ja. Een hele goede morgen, lieve YouTube-kijkers van de Stofjes. Hoppapa. Nou, weer even lekker in de gym gezeten. Vanmorgen om 8 uur al. Yes. Ja, je moet iets. Als je... We gaan willen sporten en er moet nog gevoetbald worden en we moeten richting Etten-Leur. Daar is een eindje rijden met de bus. Dan moeten we vroeg gaan sporten. Dus bij deze. Oh, nou weer zonnetje tegen. Oh. Ja, zonneklepje. Dat is ook niks. Oké, dan gaan we het zo doen. Hoppakee. Pak er even een zonnebrilletje bij. Zo, nou. Zoals ik al zeg, zondagmorgen. Ik moet even gaan kijken hoe dat er nou uitpakt, maar het ziet er allemaal goed uit nu. Ik ben vandaag voor het eerst aan het filmen met mijn nieuwe telefoon. Vorige week een nieuwe telefoon ontvangen. Samsung. Samsung. De S24 Plus. Ik had eerst de S10, dus er zijn wel een aantal stapjes ertussen. Ja, ik ben benieuwd hoe dat eruit gaat zien, maar zoals ik nu het beeld zie, ziet het er allemaal goed uit. Dus helemaal perfect. Goed, zoals ik al zeg, uit de leeuw. We hebben het begin van het seizoen thuis gekregen, toen hebben we een oplossing gekregen, 5-1. Dat was niet best. Dat moeten we nou beter doen. Dat was bij ons in de aanloop. Het begin van het seizoen was gewoon niet heel erg best. Periode gaat het eigenlijk gewoon verdienstelijk. Gaat goed. Ik wil niet zeggen uitstekend, maar het gaat goed. Dus we zijn op de goede weg om in ieder geval weer wat leuks neer te zetten. Dus in de hoop dat we dat vandaag nog kunnen controleren. Vorige week hebben we gewonnen. Dat was gewoon goed. We hebben met 3-1 gewonnen de wedstrijd. Tegen doelpuntje was eigenlijk niet nodig geweest, maar goed. Ja, dat hou je dan toch. Dus daar doe je niks aan. En voor de rest, het is ook een beetje voetbal, ook een beetje als de tegenstander het toelaat. De tegenstander was niet heel erg best. Het voetballend, organisatorisch kon het beter. Maar goed, daar hebben ze, de jongens hebben dat allemaal besproken gehad. Dus als het goed is, dan moet dat vandaag anders worden. Toch? We zullen wel zien wat het schip stand. In ieder geval, komende week ga ik voor het eerst beginnen bij mijn nieuwe baan. Ik ben echt benieuwd wat dat uiteindelijk gaat worden. Ik heb er zin in. Vrijdag nog een feestje gehad van mijn oude werkgever. De QS-dag, de quality service-dag, dan komen alle collega's allemaal een wiegje en dan hebben we eerst een praatje plot over wat er zo komen gaat, wat de vernieuwingen zijn, wat de planning staat. En toen zijn we naar Planet Awesome geweest, hebben we daar gekart. Die arcade al wat spelletjes kunnen spelen en gelasergamed. Dat was ook wel was ook leuk. En dan daarna eten we natuurlijk met z'n allen een biertje pakken. Eerlijk zeggen, ik heb dat ook even lekker van genoten. Ze hadden daar van die lekkere tas skuumkoppen. Wow. Ja, die gingen er wel in. Daar heb ik wel een paar van genuttigd. Maar goed, op zo'n dag moet dat ook kunnen. En het was er. Het was voorhanden. En een beetje lekker bier drinken. Dan even een afscheid nemen van de collega's natuurlijk. Alles bij elkaar was eigenlijk wel raar. Je hebt dan zo'n eindejaars of een soort nieuwjaarsborrelachtig iets waar dan bepaalde dingen weergelegd worden. Wat de toekomst gaat brengen voor QS, of tenminste waar ze heen willen. En dan heb je het moment dat dan alles klaar is, iedereen naar huis te gaan, en dan is dat eigenlijk jouw laatste contact die je hebt met je collega's. Want ik had alles ingeleverd, ik had mijn werktelefoon ingeleverd, ik had mijn kleren ingeleverd, ik had mijn sleutels ingeleverd.
Dus eigenlijk de komende 3 dagen heb ik gewoon helemaal niks meer met hun. Natuurlijk, contractueel zit ik nog tot 31 januari vast. Maar ja, dat is dan gewoon eigenlijk puur op papier. Voor de rest geen andere bijzonderheden meer. Dus nou ja, dat. Dat is dan wel als je eventjes ja, anders. Zullen we maar daarop houden. Dus, maar goed, ik heb er een leuke tijd gehad. En die is nu afgesloten. Op naar het volgende. Donderdag, eerste keer. Ik ben benieuwd. Goed, zoals jullie zien, ik ben nu intussen weer thuis. Dus ik ga bij deze ga ik weer afsluiten. Ik zeg dikke duim omhoog. Hele dikke duim omhoog. Even abonneren op dit kanaal. Dan, ja, dat komt helemaal goed. Zie ik jullie volgende week weer terug. Zoals ik al zeg, het is nou met de nieuwe telefoon. Het zo op beeld nu ziet het er goed uit. Dus ik ben straks benieuwd hoe dat op YouTube uit gaat zien. Maar okay, dat komt wel goed. Ik heb er alle vertrouwen in. Dus nogmaals, tot de volgende keer. Ik zeg, dikke duim, abonneren en tot de volgende keer. Ik zeg, ciao.